De Egyptische overheid heeft 7 dagen rouw afgekondigd na publicatie van een video van Islamitische Staat. Die publiceerde zondag een video waarin de executie van 21 Koptische christenen te zien is. De werklui zouden zijn ontvoerd in Egypte. Het was al bekend dat ze gedood waren door IS. De Libische overheid bevestigde de massamoord zaterdag al. Recently, you've seen us on the hills of Hashem and on that of Spain, chopping off the heads that have been carrying across the lotion for a long time, filled with spite against Islam and Muslims. And today, we're on the south of Rome, on the land of Islam, Libya, sending another message. De president van Egypte zei dat zijn land het recht heeft om op een passende manier te reageren op de video. وجهت الحكومة كذلك بالاستمرار في التنفيذ الصارم لقرار منع المصريين من السفر إلى ليبيا في ظل هذه الأوضاع المتردية حفاظا على أرواحهم. كما وجهت أجهزة الدولة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتسهيل عودة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن. Hoewel Libië erg gevaarlijk is, reizen veel Egyptenaren naar het land in de hoop daar werk te vinden. Het land wordt verscheurd door strijdende groepen.